Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Borderlands 2. Met mij zijn, hier is Decent Sauce, van Decent Sauce. En hier was Ruud, waar is Ruud? Ruud zegt, hier is Ruud, van The Gaming Dutchman. Dips op je billetjes. Hey, maar ik ben wel even de sweetheart van het team, hè? Ja. Dat staat onder mijn naam, zie je sweetheart staan. Bij Simon staat Lethal Ninja en bij jou staat Berserker, dus... Ninja? Echt niet, bij Simon staat Loot Bitch. Nou, dan denk ik dat je even een bril moet halen, want er staat zeker Super Awesome Ninja. Nee, er staat gewoon in mijn beeld hoor, Loothoer. Oh, what the fuck, oh, jezus. Badass! Badass Psycho Man. Oh, ik ben deze skill helemaal niet meer gewend, joh. Ik ook niet. Ik lag wel best wel erg, maar ik weet wel waardoor dat komt. Ik heb mijn instelling nog niet veranderd na de livestream. Is het erg genoeg om eventjes... Ja, na dit gevecht wil stoppen we gewoon even en dan zet ik hem letter terug en dan... Oh, ja, is goed. Kan wel thuis opnemen. Maar kun je even je CS jas zijn? Ik vind het zo irritant dat je geen rocket launcher kogels kunt kopen, zeg maar. In de shop. Ja, die kan je binnenkort wel kopen. Oh, oké, dan. Dat is best wel irritant, want ik heb nou een rocket launcher, maar ik kan hem niet gebruiken. Oké. Zijn we eigenlijk, ja, met deze game zijn we wel een keer in Sanctuary geweest, toch? Ja, zijn we wel een keer geweest. Ja, okay. Het was best grappig. Maar we hebben nog niet het gokken gedaan toen. Oké, als jullie even bezig houden, ga ik even mijn instellingen veranderen, oké? Oké, is goed. Komt goed. Fixen die shit voor jou. Ik stop die nomad voor even die heel erg langs. Ik heb hem namelijk aangevallen trouwens. Ja, ik stop hem al. Oké, laat maar, ik kijk wel even waar het vandaan komt. Oh, het is een gast. Oké. Liet een... Ja, pak de loot maar, ik hoef het niet te hebben hoor. Oké. Maar Ruud had het al. Even kijken, resolutie, nee. Die moet wel zo blijven. Normal. Dus even kijken of ik nog wel leuk shit kan vinden. Medium. Medium, ik zet alles gewoon even op medium, dat moet wel genoeg zijn, denk ik. Waar moeten we dan eigenlijk heen? Want de laatste keer hadden we toch dit gebied gekleerd ofzo? Of? Ja, we moeten een damn fine rescue doen, toch? Ja, dit is Is dat wel de hoofdmissie? Ja, dit is de hoofdmissie. Ja. Oké dan. Ik heb een Moxie's wapen geëquipt. Oké, Moxie is een plus 1. Ruud, wil jij niet rijden? Wat nou, wil jij niet rijden? Ik kan best goed rijden. Oké, waar is de auto? Ik zit in de auto. Oké, oh wat, anders rij je hem even niet dood. Simon. Wat is Simon? Hey, Ruud, waarom heb je het oude wapen gepakt en niet een nieuw wapen, auto? Dat heb je nog niet vrijgespeeld. Oh shit. Yay! Ik ben een beetje naar beneden gevallen. Even moet naar beneden vallen. Ah, ja, nu zit ik een beetje, zeg maar, hier beneden. En dat is niet echt heel erg mooi. Ah joh, we gaan nu travelen. Oh, shit, ja, dan zie ik je zo wel. We nemen je mee op onze reis. Achterop. Ruud, doe maar niet, man. Ruud, je kan niet zingen. Ik kan best mooi zingen. Nee. Wel? Ik heb kinderliedjes gezongen. Ik heb kinderen zien kotsen dat nog smakelijk klinkt in jouw gezang. Oh shit. Oh, dat was echt vaar. Ik zat onder de grond. Ja. Ik ga even kijken waar we heen moeten hoor. Want volgens mij klopt het. Gaan we nu iets fout doen? Oh nee, we gaan nu goed. Het gaat goed. Oh jee. Wat is de dubbelknop ook weer? Oké, we gaan nog goed. Oké. Dat is mooi. Je zou denken dat je gewoon over die hobbels kan gaan, zeg maar. In principe zou je dat denken, ja. Oh, je moet toeteren. Ja. Weet je hoe het moet? Met toeterkant. Zet. Yeah, I'm opening the gate. Oké, wachten. Wacht, wait for it. Simon, dat is niet echt een handige plek of zo. Simon, is Simon uitgestapt? Nee, ik stap naar huis. Is uitgestapt. Wow, ze zit hiernaast. Ja, je had in de auto moeten blijven wachten, volgens mij. Die badass psychos zijn echt fucking sterk.
En dat is niet eens een beetje overdreven. Ik pak hem wel. Is goed. Oh, hij heeft mijn auto opgeblazen, laat maar, ik pak hem niet. Ja, yeah, we hebben zo'n probleem. Kut, ik ben dood. Simon. Ja? Dat is blijkbaar jouw taak, dat was vorige aflevering ook zo. Oké, ik ga er wel op af. Okay. Hé, hey, ik krijg mijn 80 XP. Ja, shit, ik ben weer dood. Ik lag nog steeds een beetje, dus ik moet mijn instellingen zo nog wat minder zetten dan. Ruud, we hebben je hulpje een klein beetje. Hij doet het niet. Oh jee. Ga dood, badass. Oh, hij is bijna dood. Hij is zo bijna dood. Ja, yep, dat wil ik leven. Oké, als je me weer even dekking geeft, ik ga even mijn instellingen veranderen. Is goed. Ik pak deze zooi weer op. De iridium. Even kijken hoor. Ik zet alles wel even voor het gemak op. Oh, ik leef. Kom eraan, Ruud. Low. En. Oh shit, dat was echt niet zo mooi. Ik snapte niet hoe ik dat dood ging. Het was echt heel raar. Waarschijnlijk de kogels. Oh, helder. Oh, ik moet Borens opnieuw opstarten voor alles. Om effect te krijgen. Dus ik moet na deze aflevering opnieuw opstarten. Ik heb het tijd in de gaten gehouden. Wie heeft een klok in de buurt? Ik heb. Dus even kijken hoe laat het is. Bijna 8:10. Oké, wil je over 5 minuten zeggen als dat de 5 minuten. Of dat we. Wil je over 10 minuten zeggen dat de tijd voorbij is? Jo. Moeilijk hè, praten, jazeker. Ja, dat is best lastig. Moxie's wapen is echt goed als je criticals schiet. Op zich. Ligt aan welk wapen je van Moxie krijgt, want ze heeft er ook één. En die, daar kan je niet mee rennen, maar die is wel grappig. Want die, als je daarmee schiet, gaat die gillen. Ik kreeg hem pas bij 16.000, hè? Echt? Ja. Van 9000! Dan heeft iemand al in jouw game hem al een keer gehaald. Nee, hij is spant random. Oh, echt? Oké. Okay. Ah, grappig. Oké. Okay. En nu? Ja. Moeten we naar Ellie dus. Oh, oké. Sexy. Kut. Hey. Ben je al het ritje? Mag lopen. Oh, je gaat de verkeerde kant op. Verkeerde kant. Moet je niet naar het uitroepteken? Hier. Nee, dat is een missie. Oké. Okay. Zeg maar... Oh, we moeten die kant. Ja, ik zie het. En bedankt. Ruud, rot op. Hoezo? Wat doe ik? Je schoot op ons. Oh ja. Krijg je toch geen schade van? Jawel. Dat mag niet. Wel. Niet. Nee. Wel. Niet. Nee. Niet. Wel. Hupske. Oh jee. Oh hey, hier hadden we de vorige aflevering over Ellie, dat dat de vriendin van Simon had kunnen zijn. Oh jee, dat was echt. Simon, heb je ondertussen al Borderlands gespeeld? Hallo, je gaat de verkeerde kant op, Simon. Verkeerde kant, ik doe wel even een. Ik kan echt niet rijden, laat mij rijden. Hey Simon, druk op C. Hey. I should have killed your fat ass when I had the chance. Sorry, what was that? Oh nee. Oh, sick. Yeah, verdomme. That was awesome. Waarom doet Ruud zijn microfoon uit? Hey, daar. Oh, hi, Aldi. Ik weet het ook niet. Oh. Mm-hmm. Simon, druk op C. We zijn er al. Kijk. Woe, boom. Oh yeah. Kijk eens even die awesome parkeerskills. Nou. Ik parkeer gewoon. Dat jij je rijbewijs nog niet hebt. Ik heb er rijbewijs op. Echt? Ja. Jij bent toch nog geen 18? Ik ben nog 19. Ja. Serieus? Ja. Serieus. En nog zo'n broekie zijn. Ja, ik weet het. Mooi, nou rij ik een keer. Wie wil met mij mee? Ik. Oké, fijn. Dus als ik hem. Ik wil lekker zelf rijden. Waarom was dat ook alweer? Ik heb een awesome auto daar geparkeerd. Oké. Okay. Was dat over die heuvel of niet, Ruud? Ja, dat kan. Ja. Toen gingen wij verkeerd daar. Moet je nou even op F drukken snel? Oh, shit, mijn auto zit vast. Ik ben er. Wij zijn er. Wacht, dit is een side missie deze. Oh, echt? Ja. Wie heeft een side missie geaccepteerd? Ik denk ik. Heb jij een missie geaccepteerd? Zo, ik ging met Ellie praten. Simon, heb jij een missie geaccepteerd? Ik heb geen idee. Ik heb wat geklikt, zeg maar. Het moet wel.
Heb jij met iemand gepraat die ons een missie gaf? Ik weet niet. Ik heb gepraat met de gast waarnaast ik mijn auto heb geparkeerd. Ja, die heeft een side missie geaccepteerd, Simon. Oh jee. Oké, we zijn vast. Simon, helemaal niet. Jezus, ik... Oh jee, dit is niet echt zo'n mooie start. Dit zit er vast. Ik rijd er in één keer uit, vriend. Oh echt? Lol. Ik ga hier lekker spullen looten. Hey, daar zijn jullie. Oké, waar zijn jullie? Ik kom eraan. Ik zit hier. Ik probeer mijn auto uit deze benarde situatie te halen. Als ik mag rijden van iemand, krijg ik een euro. Oké, kom maar in deze auto zitten. Eens is dat niet zoveel zal helpen, omdat die auto gewoon vast zit. In de muur. Nee joh, daar kom ik wel uit. Is goed. Ik wens je veel succes. Oh, dat vind ik niet. Dat vliegende ding is irritant. Iemand heeft geen bazooka op zijn auto. Ja. Yep. Woe! Woe, dat gaat een hele tien. Mag ik bij stappen? Ruud, kom oh, hier. Ruud, nee, hier, kom hier. Waar de fuck, Ruud, kom hier. Ja. Oh jee. Ah, ik haat jullie echt. Ruud, doe normaal, daar krijg ik wel schade van pik omhoog. Oh, ik dacht dat ik tegen die spin aan reed. Nee, dat ben ik. Ja, jullie verschillen ook niet veel van elkaar, jullie zijn allebei parasieten. Ach, klootzak, ga ze dood. Zullen we eens even kijken welke kast we moeten doen? Out of ammo, hoe kan dat nou weer? I don't know. Oké, we moeten dus hier ergens zooi vinden, zeg maar. Loot. Ja, die buzzards, die helikoptertjes. Oh ja, nee, we moeten die bandit vehicles, die auto's moeten kapot maken. Hier, oh. Ik heb er hier eentje, kom naar mij. Ja, we komen eraan. Oh shit, hallo. Hoor je? Ik sta hier ook tussen, even serieus. Ja, ik rij om je heen. Maar ik zie niet om me heen. Ik pak de spullen wel, gaan jullie maar door. Ja. Oh, ik zie volgens mij alweer de volgende daar komen. Hupske. Oh fuck, kut bussers. Nice. Hoor je? Dit is wel even stom. Jongens, ik ga dood. Huh? Wat? Dat is niet zo mooi. Even tussendoor. Help me. Daar is een buzzard en iets om aan te schieten. Ik probeer hem te raken, maar dat is meestal lastig met een rocklaasje. We gaan een rocklaasje gebruiken. Ah ja, kan ik niks doen, hè? Ja, en hij is dat. Oh yeah. Oeh, er valt een wapen uit. Hey, die is voor mij! Nee! Te laat ik hem afpakken. Ja, dat kan toch niet, hè? Boom! Oké. We moeten vooral auto's pakken, zeg maar. Ja, er moeten nog twee meer terugkomen. Ja, aan de andere of kant. Of drie. Oh, oké, okay. Andere kant. Oké, okay, oh, wacht, dat is een goed wapen. Oh, nou is hij weer weg. Nou is hij weer bij Stefan. Ik zag dan een rondje aan het rijden, ofzo. Zit er lelijk. Oh nee, ik heb een caravan gevonden. Een caravan escort, what the fuck? What the fuck is er met die auto gebeurd? Nou, ik heb heel erg goed gereden en toen... Zal ik hem er even uithalen? Dat zal je... Oh jee, dat lukt hem. Hé jongens, er komen twee auto's aan en een caravan escort, zeg maar. Oh. Ik weet niet waar jullie zijn, maar help me, alsjeblieft! Hé, kom aan. Maar dat zijn best wel pro skills, Ruud. Ja. Wat, ja. Heeft hij eruit gekregen? Ja, hij heeft hem eruit gekregen. Laat mij even bij één iemand instappen, alsjeblieft. Je kunt hier bij mij instappen. Ruud? Ja, waar ben je? Op jou instappen. Waar ben je? Sta je achter me? Ja. Oh jee. Mijn auto is best wel kapot, zeg maar. Oké, go. Oh jee. Doei! Doei, Disney Souls. Nee, wacht op mij. Revive me. Oké. En ondertussen is Steven nog wat door. Ja, ik ben die auto aan het slopen zodat we daar een ding voor krijgen. Oh, is een autopas. Wat? Er kwam niks uit.
Dun, dun, dun. Is hier een andere missie? Of ander iets? Oh, vet. Is dat wel een loot chest op die caravan? Hé, wel op ons wachten. Ja, ja, ik wacht op jullie. Ja, we zullen eens op jou wachten, Simon. What? Ik kom alleen niet op die caravan. Oké, dan. Kom je naar bovenop dan? Ja, maar je springt op de auto en dan... Weet niet. Wat heb je net gedaan, Ruud? Dubbel springen, hè? Dubbel springen? Ruud, ga weg. Gaat ook iets voor mij over. Ja, ik ben er! Oh! Wat? Hoezo ben ik dood gegaan? Hij rijdt weer. Lol. Ik ben best wel eens dood gegaan. Maar er zat niks bijzonders in, alleen een schild, maar die heb ik gepakt. Oh, oké dan. Geen auto. Nee, shit! Oh, kak! Oh, hoor je? Hey Ruud, jij reed mij net ook aan. Waar ben je? Nee, grapje, oké. Ja, moet je die parts vinden? Ergens. Ja. Het wordt tijd dat wij de kijkers gedag zeggen, Stefan. Oh, dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei! Doei! Stapeltjes toe.